Een hele goede vroege morgen. Ik ben in Amstelveen en ik krijg hier vandaag een watersessie van Marlies. Een watersessie is een 1-op-1 sessie waarbij ik jou laat drijven in het water. En ik heb je dan vast en ik beweeg je ook door het water heen. Ik masseer je, ik geef je strekkingen en we gaan op een gegeven moment ook, als je dat wil, onder water. Een ander aspect is ook de intimiteit. Dus het is intiem, het is niet seksueel, maar wel intiem. Je wordt gedragen en niet iedereen kent dat gevoel goed genoeg om gedragen te worden. Dus dat is voor mensen ook wel heel fijn om even te voelen dat iemand voor je zorgt. En dat iemand je draagt en meeneemt en er echt voor je is. Ja. Ja, wij hebben allemaal een soort van patronen van vasthouden in ons lichaam. Dus dat we spieren steeds weer aanspannen die we niet aan hoeven te spannen. En in het water word je je daar wat meer van bewust en kun je dat loslaten. En daardoor ga je dus steeds diepere lagen van ontspanning opzoeken. En met de mind werkt het eigenlijk hetzelfde. Dus de gedachten kunnen steeds stiller worden en het gaat dan om die verstilling. Hier zijn de kleedkamers. Hier aan de rechterkant, dit zijn een beetje grote hoekjes, dus die zijn wel fijner dan die aan de linkerkant. Oké. Wil jij Zo, geplast, gedoucht en nu klaar voor het water. Uitproberen. En je mag jezelf op je neus zetten. Dus vooral als je onder water gaat. Ik maak golvende bewegingen met je. En als je dus niet helemaal ontspannen bent, dan merk je dat je niet helemaal meegaat met die golven die ik met je maak. En dat is heel fijn dat je het zelf zo makkelijk kunt opmerken. En daarin is dat een uitnodiging voor jou om nog meer de spierspanning los te laten, zodat je steeds zachter gaat worden. Dus dat is de uitnodiging. Mocht je onder water zijn en ik merk iets van dat je oncomfortabel wordt, neem ik je meteen mee omhoog. Oké. Dus ik let heel goed op je, dus je hoeft niet bang te zijn dat je te lang onder water blijft. Oké, dus ik hou mijn adem in en je brengt me onder water en dan kan ik erop uitgaan dat jij op het juiste moment weer naar boven gaat. Op het juiste moment weer naar boven. Oké. Ja. En als je een tijdje onder bent, soms kunnen mensen heel lang onder. En als je al een tijdje onder bent en je voelt van nou wil ik naar boven, dan kun je ook wat extra bubbels maken. Dan adem je wat extra uit en dan ga ik je mee naar boven nemen. Want eigenlijk is dat ook al een natuurlijke reflex die je hebt. Als je omhoog wil, als je uit het water wil, dan ga je eigenlijk vanzelf al uitademen. Thank you.
Zet hem even vast in. Ja, dank je. Het was zo lekker. Het was zo fijn. Ik voelde me echt een baby. Ja. Je had me op een gegeven moment ook zo vast. Ja. En toen voelde ik me echt gewoon een babytje. Ja, ik mediteer best veel. Alleen dan duurt het normaal wat langer om in die ontspannen fase te komen en je hoofd helemaal leeg te maken. En nu ging dat zo makkelijk. Ja. En op een gegeven moment had je mijn neusklepje afgedaan. En toen dacht ik, nee, ik wil nog niet stoppen. Weet je, het is fijn, want je drijft gewoon door het water. En ondertussen word ik gemasseerd. Dus ik had de hele tijd kippenvel. Mm. Ik weet niet of je dat hebt gevoeld. Nee. Ik had de hele tijd rillingen door mijn lijf. De hele tijd kippenvel. En ik denk dat dit echt, en het zegt niet zo, is echt een van de fijnste dingen die ik heb gedaan. Toch. Het is echt helemaal overgeven en genieten. Het is echt fijn. Ken je dat gevoel wanneer je in een auto zit en alles om je heen beweegt en dan kan je zo in slaap dommelen? Dat is een beetje het gevoel wat ik hier kreeg. Ik werd helemaal heen en weer bewogen en ik kon gewoon slapen als ik wilde. Het was zo ontspannen. Dus ik begin er nu weer koud te krijgen. Ik ga lekker douchen. En dan ga ik deze maandagochtend starten.